De landbouw wordt allemaal duurzamer. Nou, heel veel mensen hebben het idee dat je dan direct naar robots gaat, drones over het veld heen. Nou, dat beeld hebben wij ook wel voor ons. Maar ja, daar heeft de boer op dit moment niks aan. En wij willen eigenlijk dat eerste stapje voor die boer gaan maken, zodat we de boer daarin echt kunnen helpen en zodat hij daar nu meteen wat aan heeft. Ik ben Art Klompen, ik ben machinebouwer. Wij maken kleine lichte machines voor de landbouw. We hebben aan de ene kant dus bouwen wij een machine tegen beestjes in de landbouw. En de andere tak is eigenlijk dat we kleine lichte voertuigjes maken waarin we kijken hoe we onkruid tegen kunnen gaan. In de niet-chemische bestrijdingsmiddelen hebben we nu een machine tegen kevers. Bij de Colorado Beetlecatcher kregen we eigenlijk de vraag vanuit een initiatiefnemer. Die had een klein veldje aardappels geprobeerd te telen, maar het was hem totaal niet gelukt, want die was helemaal volgelopen met kevers. Dus de kevers leggen tussen de 300 en 800 eitjes op een blad. En zodra die uitkomt, wil de larva zo snel mogelijk eten. Ja, ze vinden de aardappelplant heel lekker, dus ze vreten eigenlijk de hele plant helemaal kaal van onder tot boven. Dus dat is een groot probleem. Zo zijn we eigenlijk met de vraag begonnen van ja, hoe kunnen we nou op een andere manier die kevers eruit halen? Voor het telen van aardappels moet je er ook met een echt doorheen of een schoffel doorheen. En omdat je dan toch door het veld in moet, zou je het liefst daarvoor aan de voorzijde van die trekker ook een machine willen hebben. En zo kwamen we eigenlijk op die flap uit. En het werkte echt ja, beter dan verwacht eigenlijk, ja. De grote vraag in de groep was wel van ja, we halen inderdaad alles uit het glas. We zagen ook dat het natuurlijke gedrag van de kever is dat hij zich dood laat vallen. Dus zodra die gevaar dreigt, dan laat hij zich vallen op de grond en dan speelt hij voor dood. Zodra we de bakken hadden staan, een tijdje, dan na 3 uur was al het leven eruit en de kevers die bleven gewoon liggen. De voordelen voor de boer van de Beetlecatcher zijn eigenlijk onder andere dat hij dus geen chemie hoeft in te zetten. Dat scheelt heel veel, chemie is duur. Ja, en het is fijn dat het niet nodig is. En daarnaast, het scheelt gigantisch in opbrengst. Ze hebben nu een machine bij een boer weggehaald. Die zei letterlijk, als ik de machine niet had gehad dit jaar, dan had ik gewoon geen opbrengst gehad. Dan waren al mijn planten helemaal kaal gevreten en dan ja, kon ik het wel vergeten. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Als je hoort dat je iets aan het maken bent voor iemand die daar eigenlijk niet zonder kan, dan weet je dat je met goede dingen bezig bent.